Misschien moeten we wel even 30 seconden gewoon stilte hebben. Dat wij misschien nu de begrafenis inluiden van de broodje speciaalzaak. En het doet me echt pijn, hè? Want in zo'n broodje speciaalzaak is toch een stukje nostalgie. Dag meneer, dit is misschien wel de laatste keer dat u bij Dopmeijer komt halen? Dat klopt, want 12 april gaan ze dicht. Wat vindt u ervan? Heel slecht. Ja, want het is een hele goede broodjeszaak. Heel bekend in Den Haag. En waarom is deze broodjeszaak zo bekend? Omdat ze lekkere broodjes allemaal hebben. Harde broodjes, zachte broodjes. Frikandel speciaal. Noem maar op, want alles is even lekker hier. Wat zijn de reacties op het feit dat u verdwijnt? Na 108 jaar? Nou ja, heel verdrietig zijn sommige mensen. Hier wordt nog echt bloedworst gegeten? Ja, heel veel. Je zou kunnen zeggen dat het inmiddels een delicatesse is. Net als mensen zeggen ook wel dat uierboord, wat hier uiertiet genoemd wordt, is ook een delicatesse. Koeietiet. Koeietiet? Ja, koeietiet. Dan ga ik maar eens een koeietiet proberen. Ja, ja. Nou, dan gaat hij klaarmaken voor je. Dankjewel. Ja? Okay. Zo, kijk eens. Nou, je wordt alsjeblieft. Kijk eens aan. Ja. Dankjewel. Ja. Ja, dat is wel heel lekker. Ja. Ja. Wij komen net bij Dopmeijer vandaan. Hierbij ook een cadeautje van Dopmeijer. Is dit de laatste? Is dit de allerlaatste? Dit is een van de allerlaatste broodjes Dopmeijer. Ja, want het is wel zo. Kijk, dit is natuurlijk wel een legende in Den Haag. Wat wel grappig is, dat is namelijk wel, bij Dopmeijer waren ze altijd wel legendarisch van de kleine broodjes. Ja, dat dacht ik ook al. Hier namelijk een bal gehakt op ligt, waar ze echt beroemd om waren. En op een broodje uierbord, hè, de uietiet, dat waren, en een broodje nier, dat waren de drie broodjes waar iedereen voor kwam. Was het die koeietiet? Ja, het uien en koeien, even de uier, hè, hier gewoon waar je aan gaat lurken om, ja, om melk uit te krijgen. Dus het uierbord noemen ze dat. En dat, in Den Haag noemen ze dat tiet. Ze noemen het ook wel eens arbeidersbiefstuk. Klopt. Voor arme mensen was het toch altijd vroeger. Ja, kijk, en dit is de saus die maakt het. Kijk, we delen graag. Waar kunnen we dit straks nog krijgen? Nou, in Rotterdam. In 010 heb je nog drie zaken die dat verkopen. En dus als je het echt wil, maar je kan ook thuis maken, want je kan gewoon uienbord kopen. Alleen het is een takkenklus. Maar dit is onmaakbaar om dit thuis te gaan maken. Nee, kap nou. Jij bent weer zo. Ja, u kunt het, nee, u nee, kunt het. Nee, nee, jij niet iedereen. Jij bent weer de generatie van even snel makkelijk even kopen en aan een bakkie. Jij moet de verpakking lezen, hoe lang moet dat in de magnetron? Je moet een schaar vinden, dat soort dingen allemaal. Ja, lekker makkelijk. Dit doe je, ja, toch? Nee, daar heb je gelijk in, En dat is ook wel waar. Het wordt wel steeds minder met die speciale ouderwetse broodjes en specialiteiten. Nou, daar heb je gelijk in. De reguliere broodjeszaak zoals Dopmeijer, die gaan verdwijnen. En dat doet echt wel pijn in mijn hart. Je hebt nu ook, zeg maar, sinds gisteren de Vebo met een V, de vegetarische Vebo. Dus je hebt absoluut. Oh. Dus ik denk wel, misschien moeten we wel even 30 seconden gewoon stilte hebben. Tot wij misschien nu de begrafenis inluiden van de broodjes speciaalzaak. En het doet me echt pijn, hè? Want in zo'n broodjes speciaalzaak is toch een stukje nostalgie. We zijn gewoon daar klaar mee. Helaas misschien, maar dan heb je altijd nog een boek of digitale om plaatjes. Zo was het vroeger, weet je. We gaan hem ook weer omarmen. Kijk, wat ook kick is, word jij er niet blij van? De zeewierburger. Is toch ook mooi? Of de broccoli speculaas. We hebben gewoon nieuwe tijden. Jij bent van nieuw. Ja? Van aanpassing. Mooi. Moet ik dat gaan doen? Moet ik tevreden gaan zijn met een zeewierburger? Ja, daar kan je ook een enorme culinaire lat van krijgen. Echt. Ja. Maar nu even 30 seconden in stilte eten en dit. Een soort kleine herdenking. Een kleine herdenking voor ter nagedachtenis van dat klassieke broodje. Dat bedoel ik.